Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Beste kijker, welkom in deze dienst. U weet, we hebben tegenwoordig aangepaste diensten. Elke avond kunt u ontvangen het woord van God op dit kanaal. Ik heet u van harte welkom vandaag. Ik zegen u in Jezus' naam en ik wens u een gezegende tijd toe, wanneer wij bezig zullen zijn zo meteen om Gods woord te raadplegen. Vandaag, dank u voor uw aandacht. Ik weet zeker dat u niet teleurgesteld zult zijn. Beste kijker, weet u, ik ben gaan ontdekken dat er geen vraagstuk of probleem is of wij vinden het antwoord, de oplossing in het woord van God, de Bijbel. Ik vind het heel belangrijk om deze statement te maken voordat we verder gaan, om er zeker van te zijn dat we gemeenschappelijke grondslag hebben wanneer we zo meteen gaan praten. Ik praat u en u luistert, maar ik weet dat u in uzelf ook zult bezig zijn te denken, maar wat zegt die man nou? Dus daarom zeg ik, we gaan praten. De Bijbel is inderdaad, beste kijker, een schat van kennis en wijsheid die de Heere God ons gegeven heeft als wegwijzer, als vraagbaak en ook, en dat vind ik heel spannend, de plaats waar we bekend kunnen worden met hetgeen de toekomst ons te bieden heeft. Met andere woorden, in de Bijbel vindt iemand die dat wil antwoorden op alle vragen en vraagstukken. Antwoorden zelfs op de vraag: hoe ziet de toekomst eruit? En dat vind ik zo geweldig van de Bijbel. Dat vind ik ook geweldig van God. Dat hij ons in staat stelt om op deze manier toch wel dingen te weten die andere mensen die God niet willen kennen of die God niet kennen, nooit zullen weten. Een van de dingen die mensen altijd willen weten, dat is vanaf het begin van de mensheid zo, is de toekomst. Hoe ziet morgen eruit? Met wie ga ik trouwen? Word ik rijk? Word ik arm? Waar ga ik wonen? En dit soort vragen die mensen zich stellen, dan zoeken ze antwoord erop en dan zien we dat ze stappen naar mensen toe die voorspellers zijn van de toekomst. Dat is een veel geziene bezigheid, ook hier in Suriname zien we dat. En mensen betalen grifgeld om te horen hoe de toekomst voor hen eruit zal zien. Ja, het is een bloeiende business, astrologie, misschien weet u dat niet, astrologie. Dat is te voorzeggen van wat gaat gebeuren op grond van de stand van de sterren en dat soort dingen. Het is een bloeiende, het is een miljarden business. Dus op zich begrijp ik dat wel. Maar, en nu komt die grote maar. Iemand zei zo mooi, een man gods, hij zegt: waarom ga je naar de sterren toe om de toekomst te weten? Ga naar degene toe die sterren gemaakt heeft. En tot nu toe aan de ster kan zeggen: kom hier en die ster komt. En je hebt die sterren niet alleen maar gemaakt, nog tot nu toe heeft God de Schepper macht over alle sterren die mensen raadplegen om de toekomst te weten te komen. Dus het is beter om te gaan naar degene die sterren heeft gemaakt om van hem te verstaan hoe die toekomst eruit ziet. En simpelweg, hij liegt nooit, hij vergist zich nooit. En het mooie is, als hij iets zegt, dan is hij die het uitvoert. En de Bijbel leert ons heel duidelijk, misschien moet u dat even opschrijven voor uzelf. Daar staat in Numeri 23 vers 19... Nummer 23 vers 19, daar leert de Bijbel ons dat alles wat God zegt, gebeurt. Dus je kan beter naar God gaan als je iets wil weten. Eventjes resumerend. Voor veel mensen is de Bijbel gewoon een boek. Het is gewoon een boek, zoals zoveel andere boeken, het is een boek. Waarom zoveel fuss over de Bijbel? En precies dat is hetgeen de duivel, de Satan, de tegenstander van u en van mij, wil dat we moeten gaan geloven, dat de Bijbel gewoon een boek is. Heeft u zich nooit afgevraagd waarom er zoveel te doen is om de Bijbel? Weet u dat in sommige landen de Bijbel een verboden boek is?
Als je zo'n boek in je, een Bijbel in je bezit zou hebben, is dat de reden om de gevangenis in te gaan. In bepaalde landen word je zelfs gedood. Maar wat is het met de Bijbel? Dat het zo iets is dat sommige mensen er helemaal van overstuur raken. Het kan ook. Vroeger mocht je van bepaalde kerken mocht je geen Bijbel hebben. Waarom? Waarom? Waarom is de Bijbel zo controversieel voor sommige mensen? Waarom? Het antwoord daarop is omdat de Bijbel alles bevat dat een mens in zijn bestemming kan brengen. Als ik het woord bestemming gebruik, wil ik zeggen het plan dat God heeft met elk mensenleven. Dus de enige gids, de enige wegwijzer naar het plan van God met uw leven is de Bijbel. U zult zich afvragen, zo'n dik boek, er staat zoveel in. Ik ga je vertellen, als je het eenmaal open doet en je begint het te snappen, tenminste het woord begint tot jou te spreken, dan heb je er nooit genoeg van. Het is zo'n rijkdom aan kennis en aan wijsheid. En dat is het wat een mens nodig heeft om werkelijk een leven te kunnen leiden dat zinvol is. Een leven dat vol is, dat zinvol is, kan alleen, beste kijker, wanneer u bekend bent met het woord van God, de Bijbel. Er is een koning, er wordt een koning beschreven in de Bijbel. Zijn naam is koning David. En deze koning is de enige man waarvan God zegt, hij is een man naar Gods hart. Weet je, het is iemand met wie God blij is, op een bijzondere manier. En maar eventjes een beetje vertalen naar gewoon Nederlands wat het betekent, een man naar Gods hart. Wanneer je deze tekst gaat bestuderen, ontdek je dat David een man was die bekend was met Gods hart. Hij was bekend met Gods manier van denken. Hij was bekend met de manier waarop God is. En dat maakte hem een man naar Gods hart. Hij kon vertrouwen op God. Als je de psalmen leest, dan zie je ook dat hij spreekt vanuit de persoonlijke ervaring met God. Wat wij nu als psalmen hebben, dat het is ontstaan door David en ook andere mensen in hun wandelen met God. Dusdanige openbaring van God hebben ontvangen, dat ze weten hoe God is. En deze David zegt iets geweldigs in Psalm 119, vers 105. Hij spreekt tot de Heer in zijn gebed. Hij zegt, Heer, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hij zegt, Heer, uw woord, de Bijbel, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een lamp voor je voet betekent dat je voet, de juiste stappen zet. Want door die lamp kan je die gevaren zien, je kan die valkuilen zien, je kan zien waar er een gat is. Door die lamp laat je zien hoe je moet lopen. Dus wil iemand weten hoe hij of zij moet lopen, dan is de enige manier, ik zeg de enige manier om dat goed te doen, is aan de hand van het woord van God. En dan zegt hij ook, het is een licht op mijn pad, het verlicht mijn pad. Het laat me zien waar ik moet gaan. Het laat me dat pad zien. En dit zegt die grote koning David van het woord van God. Wat het woord van God voor hem is. En als u eenmaal bekend bent met het woord van God, dan gaat u ontdekken dat wat David daar zegt waar is. David is zo'n belangrijke man, dat in Matteüs hoofdstuk 1, dat is het eerste boek van het Nieuwe Testament, en daar in dit stuk wordt er geslachtsregister van de Heer Jezus uiteengezet. En dan zie je dat het eerste vers spreekt over Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. Het gaat even erom dat de naam van David wordt genoemd. Ik wil u alleen maar laten zien dat David niet zomaar iemand is geweest, maar David is iemand die toch in Gods plan een belangrijke plaats inneemt. Met andere woorden, het is iemand naar wiens woorden we moeten luisteren. En hij legt uit in deze psalm dus hoe belangrijk het woord van God voor hem is. En het is heel belangrijk dat u en ik dat gaan verstaan. Dat het woord van God, beste kijker, heeft u nodig om een leven te kunnen leiden dat zinvol is. Een leven waar God blij mee is. En ten derde, een leven waarvan u zeker kunt zijn dat het is volgens het plan van God. Dat u uw eindbestemming met God zult bereiken. En uw eindbestemming is het eeuwig leven met God. Dat is uw eindbestemming. En de enige manier om daar te komen is als u zich laat leiden door het woord van God, de Bijbel. Ook de Heer Jezus, God in het vlees, vat dit principe van het belang van het woord van God samen. Een andere woord voor woord, in het woord van God vinden we Gods geboden,
Gods instructies. En de Heer Jezus spreekt op een bepaalde manier hierover. Hij spreekt over deze instructies, hoe belangrijk die zijn. Er zijn zoveel mensen die zeggen dat ze God lief hebben. Mensen die zeggen dat ze God dienen. Maar ik wil u vandaag vertellen en u op het hart drukken dat het onmogelijk is om God lief te hebben en om God te dienen als u niet bekend bent met zijn woord. Als u niet bekend bent met zijn instructies, zijn geboden. Als u niet bekend bent met de manier waarop God naar u kijkt. Niet bekend bent met de plannen die God met u heeft. En om dat te kunnen verstaan, ga ik u even brengen naar de Heer Jezus' woorden in het Evangelie naar Johannes. Dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 14. Dan lezen we de versen 21 tot en met 24. Ik ga het eventjes voor u lezen, zodat u gaat verstaan, nogmaals, hoe belangrijk het is voor u, die zegt God te willen dienen, God te willen behagen, dat u bekend bent met het woord van God. De Heer Jezus zegt hier, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader en ik zal hem lief hebben. Dus de liefde van God naar ons toe is verbonden aan het houden van de geboden van God. Dat staat hier. Hij zegt, Jezus zegt, wie mijn geboden heeft, je moet ze kennen en bewaart. Dat betekent, je bewaart ze in je hart. Je gaat handelen aan de hand van die geboden. Die is het die mij lief heeft, zegt Jezus. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. Amen. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Nou, wanneer de Heer Jezus zich aan ons openbaart, dan ontstaat een bepaalde relatie. En deze relatie die heeft zijn culminatie, die heeft zijn eindbestemming, wanneer we het eeuwig leven hebben met God. Want de Bijbel zegt dat we de Heer Jezus gaan zien dan, zoals Hij is. Dus u die kijkt en die zegt, ik wil God dienen, u moet denk ik na deze uitleg ervan overtuigd zijn dat het onmogelijk is om God te dienen, als u niet bekend bent met het woord van God, niet alleen dat, als u het woord van God ook niet gehoorzaamt. We gaan verder. Vers 22. We zijn in Johannes hoofdstuk 14 nog steeds. Judas, niet Iscariot, dat was de tweede Judas, zeide tot Jezus, Heere, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Dit is een belangrijke vraag. De wereld zijn de mensen die God niet kennen. Want die mensen hebben geen, ze houden niet van God, dus waarom zou God zich aan hem moeten openbaren? Amen. Vers 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dus hier wordt eigenlijk gesproken over de voorwaarden waaraan wij moeten voldoen om op de plaats te komen dat de Heer Jezus en de Vader bij ons komen wonen. Niet alleen ons liefhebben, maar ze komen bij ons wonen. Beste kijker, weet u wat dat betekent? Dat de schepper van hemel en aarde zich bij ons komt wonen. En die sleutel daarnaar, om daar te komen, is het bewaren van, het kennen van en het doen van Gods woord. Het gehoorzamen van Gods woord. En vers 24... Dan gaat de Heer Jezus uitleggen hoe het zit met mensen die hem niet lief hebben. U ziet, mensen die God lief hebben, die bewaren zijn woord, die doen dat. En mensen die hem niet lief hebben, vers 24, u mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. Simpel. En dan zegt hij verder, het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Ik hoop dat ik hiermee toch wel een basis heb gelegd voor u om te gaan begrijpen dat het ten ene male onmogelijk is, ik zeg onmogelijk is, om te pretenderen God te dienen, God te gehoorzamen en te zeggen ik ben niet geïnteresseerd in zijn woord. Dat gaat niet, dat kan niet. Want de enige manier om God te kennen is wanneer hij zichzelf aan je openbaart doordat hij bij je komt te wonen. En we hebben net gezien dat de sleutel om de plaats te komen dat God, de Vader en de Zoon bij ons komen wonen, is het houden van, het kennen van en het houden van, het gehoorzamen van de geboden die God ons heeft gegeven. Ik hoop, duidelijker kan het volgens mij niet, beste kijker. Volgens mij kan het niet duidelijker. Goed. Gods woord bevat ook geboden. Ik bedoel, een gebod is iets waarvan de Heere God zegt dat wij moeten doen. En waarom zegt God dat? Omdat die geboden goed zijn voor ons. Ik zeg, die geboden die God ons geeft, zijn goed voor ons. We gaan even terug naar koning David. We gaan even terug naar Salomo 19.
waar we net waren. We gaan lezen wat hij verder zegt over het woord van God. Ik heb je verteld, laat je vertellen, dat veel psalmen zijn geschreven door deze koning David. En wat er daar geschreven staat vandaag, dat is gemeen goed voor elke christen. Dat is de basis van het geloof van elke christen. En we gaan nu even kijken wat hij nog meer zegt. Wat zegt hij nog meer over het woord van God? We gaan naar vers 11 van Psalm 119. Daar zegt hij, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Dus iemand die het woord van God in zijn hart opbergt, zal niet komen tot zonde. En u weet dat zonde hetgeen is dat ons scheidt van God. Nu, om ervoor te zorgen dat er geen scheiding komt tussen God en ons, is het noodzakelijk dat we het woord van God in onze harten bergen, opslaan. Want van daaruit, weet vanuit uw hart handelt u. Dus als uw hart vol is van het woord van God, dan handelt u conform Gods wil. Dat was vers 11. We gaan naar een ander vers. Vers 127 van Psalm 119. En dan lezen we iets dergelijks. U weet, de Heer, God gaat door met u te bemoedigen, beste kijker. U te laten zien dat de enige manier om God te dienen is wanneer u dat doet conform zijn woord. 127. Daarom heb ik u geboden lief. Ik heb u geboden meer lief dan goud. Ja, dan fijn goud. Dat vind ik mooi. U weet, mensen vinden goud belangrijk. Goud is een edelmetaal en hebben veel daarvan maakt je rijk. Maar hier zegt David dat hij die geboden meer lief dan fijn goud. Omdat hij weet dat die geboden hem uiteindelijk brengen in de volheid van God, de overvloed van God en mocht in Gods plan goud deel uitmaken van hetgeen God je wil geven, dan krijg je dat goud. Maar dat krijg je omdat je de geboden van God lief hebt. Powerful, machtig is dat. Psalm 119, nu gaan we naar vers 130. Oh, zo mooi is dat. Daar staat, het openen van uw woorden verspreidt licht. En het geeft de onverstandigen inzicht. Als we Gods woord openslaan, verspreidt het licht. En het geeft ons inzicht. En zo mooi. U ziet, ik heb gewoon een enkele versen genomen. Met name van de psalmist David, die ons vertelt hoe belangrijk het woord van God is voor ons leven. Maar er zijn zoveel meer. Maar ik doe dat gewoon. Ik leg dit uit, want misschien kijkt u en u heeft het idee dat u God kunt dienen op uw eigen manier. U kunt God dienen zonder u druk te maken over wat de Bijbel leert. En u denkt dat u uw eigen weg kan maken naar God toe. Terwijl de Heer Jezus van zichzelf zegt, Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Nu, dus u kunt niet uw eigen weg maken om God te dienen, beste kijker. Maar weet u wat ik het allermooiste vind van God en zijn wet? Die dingen van zijn wet zijn niet zwaar. Ze zijn niet zwaar, gelooft u mij. Ze zijn niet zwaar. Ze zijn echt niet zwaar. Het vereist wel, het dienen van God vereist wel enkele dingen die we moeten doen. Bepaalde houding van ons. En ik denk dat het daar wel eens moeilijk kan zijn, want het vereist van ons dat we onze eigen ideeën ondergeschikt maken aan die van God. En dat is soms moeilijk. Maar die geboden van God op zich zijn niet zwaar, zegt de Bijbel. Zijn geboden zijn niet zwaar. En daar kan ik een amen op zeggen. Het dienen van God, laat me dat erbij zeggen, dat vereist, het gaat in drie groepen categoriseren. Het vereist discipline, het vereist toewijding en het vereist volharding. Ik zeg het nog een keer. Het dienen van God vereist discipline, het vereist toewijding en het vereist volharding. Deze drie houdingen, om zo te zeggen, die moeten we vasthouden. Dit is hetgeen het ons op de plaats brengt om werkelijk een relatie met God te hebben en God te dienen. En God te leren kennen. Nog een keer. Het dienen van God vereist 1. Discipline. 2. Toewijding. En 3. Volharding. Wanneer we deze drie dingen doen, dan gaat u zien dat inderdaad, zoals de Bijbel ons zegt, de geboden van God niet zwaar zijn. Ik denk dat er mensen kijken
die voor het eerst zo'n uitleg hebben gehad over het woord van God. Over de noodzaak van het woord van God, het belang van het woord van God. En misschien dat het u aan het denken heeft gezegd van wacht even, ik had altijd het idee dat het de Bijbel gewoon een boek is, maar dat ik ook andere instructies zou kunnen volgen om God te dienen. U heeft begrepen, als u goed heeft geluisterd vandaag, dat dat niet het geval is. Absoluut niet. De enige manier om God te dienen is door zijn woord aan te nemen, zijn woord te geloven en zijn woord te gehoorzamen. Laat me het even zo uitleggen. Misschien is dat duidelijk. En dit is het. Die overgave aan God. Die overgave aan Jezus. Daar begint het. Het startpunt van uw wandel met God is wanneer u zegt, Heere Jezus, ik wil mijn leven aan u toevertrouwen. Ik wil geloven in u. Ik heb begrepen dat u aan het kruis bent gestorven voor mij. U heeft mijn zonden gedragen. Mijn zonden zijn mij vergeven als ik in u geloof. Maar meer dan dat, aan het kruis heeft een soort ruil plaatsgevonden. De Heer Jezus zegt aan ons namelijk, beste kijker, als je mij jouw oude leven geeft, jouw zondig leven geeft, dan ga ik jou geven een nieuw leven. Een leven uit mij. Een leven dat uiteindelijk leidt tot het eeuwig leven. Die ruil heeft de Jezus ons aangeboden aan de hand van het kruis. En dit begint allemaal wanneer wij, u en ik zeggen, ik heb het gezegd uiteraard, daarom sta ik ook hier. Heere Jezus, ik besef dat ik mezelf niet kan brengen naar u. Ik kan dat niet. Ik kan wel geloven in wat u zegt. En u zegt dat als ik in u geloof, dat ik niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven hebben. Zoveel houdt u van mij. En beste kijker, ik denk dat er iemand zit te kijken nu en die luistert en die zegt van oké, hoe werkt dat? Het is heel eenvoudig, beste kijker. De Bijbel zegt, even met u lezen in het Evangelie volgens Johannes, even snel, om deze boodschap compleet te maken, zodat u weet waar het over gaat. En u niet denkt dat het een soort, geheime organisatie is, de kerk. Er is niets transparanter dan de kerk van de Heer Jezus. Er is niets opener dan de kerk van de Heer Jezus. We lezen de Heer Jezus. De Bijbel leert ons wie Jezus is. Ik ga even met u lezen vanaf vers 12 van Johannes 1. Daar staat, doch allen die hem, Jezus, hebben aangenomen. Dat aannemen betekent dat je erkent dat hij de enige is die je vrij kan maken van zonde en die jou nieuw leven kan geven. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Ze geloven dat die naam voldoende is voor redding, verlossing en eeuwig leven te ontvangen. Dat zegt hij. Dan gaan we verder. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een mens geboren zijn, maar uit God geboren zijn. Dus om te komen op die plek dat u kunt gaan wandelen conform het woord van God, daar moet u uw leven aan de Heer Jezus toevertrouwen. De Bijbel spreekt over wedergeboren worden. De Heer Jezus spreekt daarover in Johannes hoofdstuk 3. Hij zegt, mensen moeten wederom geboren worden. Ik ga even met u lezen heel snel. Johannes 3, vanaf vers 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem, hem is meneer Nicodemus, een overste van de Joden, dus een theoloog. En die zag Jezus aan het werk en die zei, Jezus, dat die dingen die u doet, kunt u alleen maar doen wanneer God met u is. En dan zegt Jezus tegen hem in vers 3, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En dan gaat Nicodemus de Heer Jezus een vraag stellen. Vers 4, hij zegt, Nicodemus zegt tot Jezus, Heer, kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordt hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. 6, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest van God geboren is, dat is die wedergeboorte, is geest. Leest u als u tijd wil maken hiervoor? Het eerste gedeelte van Johannes hoofdstuk 3. Dus kijker, dat is de boodschap die God voor u vandaag heeft. De Heer nodigt u uit, als u hem nog niet kent, om een stap te doen in zijn richting, een stap te zetten in zijn richting. Ik zeg, Heer,
Heer, ik heb alles geprobeerd. Maar ik weet dat ik iets mis. En wat ik mis, is de verlossing. De vergeving van zonde. Want dat is het startpunt van het nieuwe leven. Aan de hand van het woord van God. En ik bid in Jezus naam, beste kijker, dat u die heeft gekeken, iets heeft ontvangen. Dat u vasthoudt, beste kijker. Dat het onmogelijk is om zonder het woord van God in uw leven op de plaats te komen dat God blij met u is. God zegen u en tot de volgende keer. Ik dank u voor elke kijker. Vader, ik bid voor elke kijker dat u uw transformerende kracht in de levens werkzaam zal zijn. Terwijl ik spreek, Heere God, dat er iets gebeurt in de harten van de mensen. Heere, dat hun ze er mogen ervaren de kracht van de Heilige Geest die ze transformeert. De kracht van de Heilige Geest die ze in staat stelt om stappen te zetten. De kracht van de Heilige Geest die in staat stelt om te geloven dat werkelijk het woord van God de enige bron van waarheid. Vader, ik bid dat mensen die kijken, mijn God, het verlangen hebben om u te kennen. Het verlangen hebben om inderdaad, zoals we lezen in Johannes 14, dat de Heere Jezus en de Vader bij u komen wonen. Heer, ik bid dat mensen dit gaan geloven, dat de sleutel naar die plaats is het gehoorzamen van de geboden van God. In het bijzonder de woorden van de Heere Jezus. God zegen u en tot de volgende keer.